we kijken hoe de huidige werkdruk is, moeten we niet vergeten dat we nog steeds kwaliteit moeten leveren. Hoe kunnen we op dit moment door digitalisering die kwaliteit nog steeds blijven leveren? Ik ben Colin Verkoten van Catacombany. Ik ben verantwoordelijk voor de bouw, infra en installatietechniek binnen Catacombany. Op de Catacombany Universiteit neem ik jullie mee in de huidige trends en wat er speelt in de markt. Als we kijken hoe de huidige werkdruk is, moeten we niet vergeten dat we nog steeds kwaliteit moeten leveren. Hoe kunnen we op dit moment door digitalisering die kwaliteit nog steeds blijven leveren? Dat doe ik aan de hand van een verhaal over wat er nu speelt en neem ik een praktijkvoorbeeld mee van Vinkbouw. Ernst Bouwman staat bij mij op het podium om te laten zien hoe hij juist die technieken toepast. Daarnaast in de bouwtrek ook Inbo met een verhaal over virtual reality. Heel gaaf hoe hun juist virtual reality inzetten om dat ontwerpproces te versnellen. Om nieuwe dingen te kunnen zien in dat ontwerp. Ook spreekt Gert-Jan Ditsel. Gert-Jan Ditsel van Deur uit Meer neemt ons mee met de AVAS Experience. Een heel groot nieuw AVAS kantoor. En laat zien hoe hun juist daar productiviteit verbeteren. Naast de bouwtrack hebben we ook nog een infratrack voor de civiele sector. Daar zien we een verhaal over tendermanagement. Hoe gaat Dura Vermeer om met tenders? Hoe zetten ze software in om die tenders te winnen, om het te versnellen? Maar ook wagenmaker die een engineeringsproces door middel van Dynamo weet te versnellen en daar een andere kwaliteit en productiviteit mee te leveren. De installatietechniek is er ook eentje om niet te missen. Kersten Retail laat zien hoe ze door middel van meer tijd in engineering een beter proces hebben op de bouwplaats. Daar tijd kunnen verkorten en de juiste experience kunnen geven voor hun klant. Nijburg Techniek laat zien hoe ze van 2D naar 3D over zijn gestapt en nu Revit en Volt gebruiken om tijd te winnen. Dit wil je niet missen. Schrijf je nu nog in voor de Catacombany Universiteit 2018. En volg de bouwtrack, de infratrack of de installatietechniek track. Kom jij ook? Ik zie je daar.